En daar komt ze dan, Suzanne. Suzanne gaat ook aan het werk. En je ziet ook al dat de hond het heel leuk vindt om te gaan werken. En je ziet dat de hond heel erg gestuurd wordt, heel erg bezig is met het letten op lichaamstaal. En vooral het plezier. Je ziet het plezier wat hij heeft. En je ziet ook dat Suzanne een hele goede lijn heeft gevonden in het terrein. En dan is een aanmoediging om een plaats te nemen dat hij aan de gang blijft. En ook hier zie je het sturen, het enthousiasme, maar ook de concentratie om goed in de gaten te houden wat Suzanne aan het doen is. Die tussendoor wissels doet en ziet dat hij uiteindelijk het parcours net aan de verkeerde hinder is, maar waar het nu al staat. Applaus voor Suzanne, fantastisch Suzanne. Goed dat je er ook nog blij bent, goed dat je die lijnen loopt. En dat je, ondanks dat je met die roze bij het doggy dance dat straks gezien hebt met Brigitte, zie je er ook hier nu weer dat de hond van links naar rechts en van rechts naar links om zo'n ideaal mogelijke lijn te volgen om te zorgen dat hij daar uiteindelijk zo snel mogelijk de hindernissen neemt. Suzanne gaat de volgende ronde nemen. Je ziet hier al een wissel van links naar rechts, waar de honden meestal gewend zijn om aan de linkerkant te lopen. Zien ze ook dat op commando dat ze naar de andere kant toe moeten om als eigenaar zo snel mogelijk de goede lijn te volgen. En het signaal onder paaltjes hier is dat hij het zo goed begrijpt. Want je ziet dat Suzanne op een metertje erachter zit, maar dat de paaltjes toch gewoon gedaan worden. En hiervoor moet hij over de andere hindernissen terug, vooruit over de hindernissen. En fantastisch wat je hier laat zien. Heel erg netjes. En vooral de snelheid is mooi om te zien. En vooral het vertrouwen wat de hond heeft met die paaltjes, door die paaltjes heen schierend. Oh, en het is een hond, zegt Suzanne net, en dat is toch ook wel bijzonder, van de week 10 jaar geworden. En als je dan ziet het enthousiasme en het plezier en de werklust waarmee die bezig is, is fantastisch om te zien. En ook hier weer, wat we straks bij Brigitte gezien hebben, en met de balletjes apporteren we nu ook weer, alles draait eigenlijk om beloning, werklust.